Bart Debout, auteur van De Facebookmoorden. Een knap filmpje hebben we daar gezien. Hè? Dat heeft u zelf gemaakt? Ik heb het niet helemaal zelf gemaakt. Ik heb het laten maken door Air Jordens, een productiehuis van Ann Jordens, ex Catnet. Zij heeft mij geholpen, samen met Yuri Vlek, om deze trailer te maken van dit boek. Ja, het ziet er spannend uit. Bloedwraak, pedofilie, internetmoorden... Waarover gaat het precies, is verhaal? Well, het gaat over een man die uh, geconfronteerd wordt met iets op een huwelijksfeest en besluit om wraak te nemen. Niet zomaar wraak, hij wil eigenlijk op Facebook de moorden die hij wil begaan, aankondigen. Hij doet dat ook en hij, hij vermoordt vervolgens de mensen precies op de manier zoals hij beschrijft in, op Facebook. Maar dat soort dingen, dat, dat is echt gebeurd? U bent eigenlijk ingehaald door de werkelijkheid? Wel, inderdaad. Uh, een paar weken geleden is in Engeland een uh, man uh, opgepakt die op Facebook had aangekondigd dat hij zijn vrouw... In de zomer zijn -vrouw, was dat, Ja, he? zijn ja. ex-vrouw en zijn... Uh, uh, belager eigenlijk zou vermoorden, hij heeft dat ook gedaan. En heeft vervolgens de politie een aantal weken uh, aan het lijntje gehouden, tips gegeven waar hij zich schuil uh, hield en zo Ja, pedofilie ook, hè. ik moet niet vertellen, de bischop, uh, wat dat allemaal teweeg heeft gebracht. Uh, op dat moment dat u schreef, wist u dit allemaal al? Nee, hè? nee in tegendeel. Ik ben vorig jaar aan dit boek begonnen. Een boek duurt, het duurt ongeveer een jaar voordat ik een boek kan schrijven. En de, de werkelijkheid heeft mij effectief ingehaald. Is dat, dat geen sluit. vreemd gevoel? Dat is een heel vreemd gevoel. Vooral als ik dan uh, geconfronteerd werd met die Facebook-moorden in Engeland, ook in Colombia ondertussen. Dat is een heel vreemd gevoel, ja. ja waar haalt u eigenlijk de mosterd? Wel, uh, ik zou zeggen, out of my dirty mind. Ik denk dat in iedere, iedere persoon wel een stuk... Uh, um, gegevens zit om dergelijke dingen te kunnen schrijven. Spreek voor uzelf, zou ik zeggen. <laughs> ja, misschien wel, ja. ja bent, u, bent u geïntrigeerd door uh, moordenaars en zo? Nee, ik ben er helemaal niet door geïntrigeerd. Ik uh, probeer gewoon spannende verhalen te verzinnen die mensen beklijven, die mensen naar het boek doen grijpen en die vervolgens, ja. uh, achteraf na het boek het gelezen te hebben, kunnen zeggen, oké, okay, dit was heel spannend, daar wil ik nog meer van lezen. U bent niet alleen schrijver, u bent ook uh, bankdirecteur, hè? Ja, dat klopt. En is het daarmee dat u dat ook zo goed kan marketingen? Want u vindt voor elk, uh, elk boek wordt ingeleid door iemand heel speciaal. En in dit geval is dat Herman van Rompuy. Ja. Het kwade waart rond in zielen en in straten. Na misdaad de straf. En zoals steeds bij een haiku wordt die best tweemaal gelezen. Het kwade waart rond in zielen. En in straten, na misdaad, de straf. Heeft hij speciaal voor u gedaan? Wel, ik heb hem op Facebook gevraagd of hij een haiku wilde schrijven voor dit boek. Hij heeft dat ook gedaan en heeft er vervolgens ook nog een filmpje van gemaakt. Dat gefilmd is door de Filmdienst van de Europese Commissie. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Hoe kreeg u die zover? Gewoon op Facebook? Gewoon op Facebook gevraagd. Mensen in Vlaanderen zijn heel bereikbaar. Uh, ik heb mijn vorige boek laten inleiden door Yves Le Terme, mijn eerste boek door Michiel de Vlieger. Eigenlijk is best, zijn best wel veel mensen beschikbaar en uh, bereikbaar voor dergelijke vragen. Dan ga ik ook eens op Facebook. Uh, gaat, doet u ook research voor dat soort dingen? Ja, absoluut wel. Ik heb voor mijn eerste boek samengewerkt met de dienst Profiling... Voor mijn tweede boek heb ik samengewerkt met de dienst DVI, Disaster Victim Identification. Maar het lijkt wel op een film. Gaat u dan mee? Ik ga mee, ik ga met die mensen spreken. Voor dit boek ben ik ook, uh, heb ik ook samengewerkt met de Computer Crime Unit van de Federale Politie. En voor het nieuwe boek dat ik nu aan het schrijven ben, ben ik al een dag op stap geweest met de speuders van de Federale Gerechtelijke Politie in Hasselt. En die laten dat ook zomaar toe. Als journalist kom je daar bijna niet binnen. Wel, Je moet uh, je best doen om vragen te stellen. En nog eens, mensen zijn heel beschikbaar en bereikbaar voor dergelijke vragen. Ja. Uh, dit is jouw derde boek. Ja. Ben je al bezig aan een nieuw? Ik ben dus nu bezig aan een nieuwe, ja klopt. En wat komt eraan? En, uh, er komt... Misschien gebeurt dat dan ook in echt, hè? Ja, wat eraan komt ga ik nog niet verklappen natuurlijk. Het is voor volgend jaar. Uh, de voorlopige werktitel is Zwarte Raven. Maar meer ga ik er nog niet over verklappen. Oké, okay, eerst dit boek, Bart Debout. De, de Facebookmoorden, wanneer in de winkel Het Uit zonder normaal vanaf woensdag of donderdag moeten liggen. Oké, okay, heel veel succes. Dank, Dank u wel. Dank je wel.